actiegroep Viruswaarheid heeft het hoge bloep over het afschaffen van de avondklok verloren. Ja, dat betekent dus dat al die mensen die in die weken dat die vorige avondklok er was, zullen we zeggen de oude avondklok tussen aanhalingstekens, dat die boetes die daar zijn uitgeschreven, dat die vooralsnog gewoon blijven staan. Want het gerechtshof in Den Haag zegt, nou, die wet die gebruikt is, dat was eigenlijk wel goed, dat kon gewoon, wat minister Grapperhaus had bedacht. Het gerechtshof zegt ook dat die proportionaliteit, dus is het nou wel gerechtvaardigd dat je nu een avondklok, zo'n hard middel inzet om dat virus te bestrijden? Daarom zegt het gerechtshof, nou, er zijn genoeg argumenten vanuit de staat gekomen om dat te doen. Dus dat kan nu gewoon. Terwijl de rechtbank vorige week nog zei, nou, het is buiten proportie en de verkeerde wet is gebruikt. Zou je zeggen, overstroming hebben of een inval van de Russen in Groningen, dat soort dingen. Maar dat wordt dus ermee vergeleken door het gerechtshof eigenlijk. Ja, zij zeggen, de crisis is zo groot, die pandemie waar we in zitten, dan kan je best dit soort middelen gebruiken. En dus krijgt Viruswaarheid ongelijk en blijft die avondklok zoals die was staan. Alleen we hebben als Nederland inmiddels een andere avondklok, hè, want we hebben een nieuwe wet aangenomen. Ja. Dus eigenlijk ging het al een beetje voor spek en bonen deze zaak. Ging het alleen nog om die oude boetes. Ja, maar het is nog steeds dezelfde avondklok eigenlijk ook weer. Want het stelt de tijd enzovoort, weet je. Ja, dus dat is een beetje ingewikkeld. Principe, maar voor de normale mens verandert er eigenlijk niks. Het is gewoon tussen 9 en half, 5 en 8. Hoe lang duurt dit nog, Thomas, denk jij? Nou, hij staat nu tot en met 15 maart, die avondklok. En dan op maandag 8 maart horen we 's avonds of die verlengd gaat worden. Ja. Als je een beetje aanvoelt in Den Haag van hoe hangt de vlag erbij, en met name bij mensen rondom het OMT en het RIVM, hoor je daar eigenlijk wel de boodschap dat de kans dat die dan stopt op 15 maart heel klein is. Dus die gaat waarschijnlijk nog wel even door. Oh, dat denk je ook, Bert? Nou, ik vind die avondklok nog tot hier en toe, maar ik vind dat die terrassen weer open moeten. Ja. De ondernemers moeten weer aan het werk. Ondernemers ook roepen. Al die horeca ondernemers roepen, we gooien hem gewoon zelf open. Wat ben je voor? Ik bedoel, kijk, vandaag is het Vondelpark weer gesloten. Iedereen kruipt bij elkaar. Ik denk dat het misschien toch wat handiger is om het een beetje te kanaliseren en dan maar terrassen. Ik bedoel, het was een hele veilige manier om een drankje te doen. Maar krijg je dan, want dat is dus gek, dan krijg je een situatie dat je 's middags wel een biertje kan gaan drinken op het terras met je vrienden. Ja, of twee. Ja. Of twee. Ja. Of misschien wel meer zelfs. Ja. Maar dat je dan, als je dan na 9 uur 's avonds op straat bent, dan komt er een handhaver en die zegt 95 euro boete. Ik begrijp, de spaargaten is natuurlijk ook verschrikkelijk. Maar die avondklok heeft minder economische gevolgen dan dat terrassenverbod en de horeca dicht. Ja, en dit is ook precies de afweging die binnen het kabinet gemaakt wordt. En daarnaast speelt mee dat ze ook uit de peilingen zien dat die avondklok toch nog steeds wel bij een aanzienlijk deel van Nederland gezien wordt als een goede maatregel. Het is, ik heb er niet zoveel last van, zeggen mensen. Wat doe ik buiten na 9 uur 's avonds op straat? Toch niks. Ja, de hond uitlaten, maar dat mag. Ja. Dus die vinden het allemaal niet zo erg. Dus zeggen ze, als je dan toch moet kiezen uit die catalogus van de coronamaatregelen, dan liever die avondklok nog wat langer. En dat je inderdaad wat versoepelingen kan aanbieden. Bijvoorbeeld bij die terrassen. De vraag is even of dat gaat gebeuren. De jongen zei vanmiddag voorlopig echt even niet. 8 maart kijken we verder. En als je kijkt naar die woede, wat jij ook schetst inderdaad, en die onmacht bij deze mensen wordt steeds groter. Ik bedoel, die acties die aan zijn gekondigd, hoe gaan ze dat stoppen? Ja, het zullen met een goed verhaal komen. Ik hoorde Den Haagse Bond zeggen van de week dat het een heftig weekje gaat worden wat dat betreft. Want als al die zaken komen, vanmiddag werd ook aangekondigd door In Retail, de branchevereniging voor de winkels. Die zeggen, wij kunnen ook open, want de argumenten waarom we zijn gesloten in december, die gelden niet meer, want die crisis van toen, die piek is wel voorbij. Maar ja, komende week zal je ook zien dat het aantal besmettingen naar verwachting zal oplopen. Omdat derde golf gaat toch aankomen. Terwijl sommige mensen zeggen van, nou, het zou wel een beetje mee kunnen. Nou, we hebben vanmorgen hier op BNN een interview gehad met Jaap van Dissel. En oh, de Jaap van Dissel? De Dis noemen wij hem. Dat hij de tijd voor heeft, zeg. Ja. Ongelooflijk. De Dis? De Dis hoor ik hier. Zo had ik hem in het systeem gezet bij ons. Maar die zei toch weer, ja, jongens, die derde golf komt wel. Mm-hmm. En je zal komende week zien dat het aantal besmettingen oploopt. En dat het aantal mensen dat opgenomen wordt op de IC, dat ook op gaat lopen. Dus dat wordt heel lastig verhaal natuurlijk. Dat je in de rechtbank allerlei zaken krijgt over versoepelingen. Dat mensen op televisie beelden gaan zien van field labs. Met wat is het leven toch leuk zonder 1,5 meter en zonder handen wassen. Maar ondertussen zeggen wel, je moet beter aan die maatregelen houden. Want die piek komt eraan. Dus wat wordt heel ingewikkeld. Uiteindelijk zullen we ook een vierde en een vijfde golf krijgen. Waar het om gaat natuurlijk. Is dat je straks die groepen hebt ingeënt die IC volledig bezet houden. Kijk, we zullen straks ook nog wel ziek worden. Volgend jaar worden we ook nog wel ziek. Mm-hmm. En lang niet iedereen. We moeten ermee leven, zei de Dis van de week. Maar weet je wel, we komen er niet meer vanaf, zei hij zelfs. Ja, maar als we ermee moeten leven, dan moeten we ook zorgen dat onze economie weer op gang komt. Hè? Want wij hebben geen welvaart van de overheid. We hebben welvaart van ondernemers. Maar dat vonden die mensen van Herstel.nl ook. Maar opeens gingen Barbara Baarsma en Koen Teulus, die zeiden opeens, joe paraplu. Ja, nee, dat was eigenlijk best wel zonde, want ze hadden op zich wel een normaal plan. Vond je het een goed plan, ja?
Nou ja, weet je wel, het gaf in ieder geval de urgentie aan dat wat moet gebeuren. En dat je echt stappen moet gaan nemen om die economie weer op gang te krijgen. Ja. En kijk, mensen met een loon dat doorbetaald wordt, die hebben er niet zoveel last van. Maar als jij je totale vermogen ziet verdampen en je tent straks niet meer kan draaien en je voorraad schrijft af met duizenden euro's per dag, ja, weet je wel, dan word je echt wel wanhopig. Dus je ziet dat al die brancheorganisaties verschrikkelijk onder druk staan van hun eigen leden. Dus zie je die Koninklijke Horecabond knalhard erin gaan. Je ziet MKB Nederland erin gaan. Je ziet VNO-NCW stijgeren. Ja. Dus er is echt wel wat aan de hand. En kijk, Vondelpark is nog burgerlijke ongehoorzaamheid met een beetje leuke mensen bij elkaar die staan te dansen. Maar op het moment dat brede burgerlijke ongehoorzaamheid ontstaat, dan heb je toch een flink probleem in Nederland. Denk ik ook. Ik hoor de muziek al komen. Toch nog één vraag aan jou stellen. Wanneer ga je naar de kapper trouwens, Bert? Wanneer kun jij terecht? Volgens mij na volgende week maandag, toch? Zo? Ja, nou, ik werd vandaag op mijn kapper geweld. 13 maart kan ik voor het eerst terecht. Oh. 13 maart, dus dat is lekker. Oh, heb ik eerder dan jij een afspraak? Ja, wanneer? Ja, volgende week woensdag gaat mijn hoofd. Ja, is het geloof ik, 13 maart. Is, wat is dat nou? Maar ik zie bijna niks meer. Maar belangrijk, jij hebt er even met Rutte over gesproken. Het verschil tussen een kapper, die vraag heb jij gesteld, toch? En een sekswerker. En een sekswerker, ja. Daar wordt iedereen was een beetje verbolgen over van de domme vraag. Maar dat was een serieuze vraag. Want als je zegt, al die contactberoepen mag, je mag jezelf laten masseren. Maar je mag niet naar een sekswerker. Ja, dat zijn ook tienduizenden mensen. Dan laten we even luisteren hoe dat ging. Tot slot nog één vraag. Wat is het verschil tussen een sekswerker en een kapper? Bij sekswerkers heb je te maken natuurlijk met het bijzondere karakter van dat beroep. Namelijk dat je heel dicht bij elkaar bent. Met ook alle risico's van overdracht van het virus door het karakter van het werk. Ik vraag het voor een vriend, begrijpt u? Begrijp ik. Ja. Ik kan me ook kunnen voorstellen dat hij had gezegd, ik heb geen flauw idee wat een sekswerker is natuurlijk. Maar dat had gekund, ja. Ja. Maar wat belangrijk, ja, ik kreeg een bedankje van de bond of branchevereniging van de sekswerkers. Ja, fijn dat iemand van ons opkomt daar. Dus ik krijg kortingspas. Ik voelde hem aankomen. Ja. Ik zou het mezelf maken, maar ik denk, nou, Thomas, bedankt me weer dan. Graag gedaan. Ja,